26 oktober 2020 werd de wet over de basisbankendienst goedgekeurd in de Kamer. En de bedoeling was dat die ook ging in werking treden op de 1 mei 2021. Daarom mijn vragen, wat is de stand van zaken met betrekking tot het koninklijk besluit? Zal dit koninklijk besluit gepubliceerd worden voor de 1 mei? Met alle stakeholders is er moment intussen overleg. Meneer Dermijn heeft gevraagd aan zijn administratie om in Antwerpen van koninklijk besluit te maken om de deadline van 1 mei te halen met inachtname van de wettelijke termijn van inwerkingtreding. De datum van inwerkingtreding van het koninklijke besluit hangt af van het verdere verloop van de consultaties. Ik ben blij dat de minister er alles aan gaat doen om die datum van 1 mei te halen. Zoals gezegd is de basisbankendienstwetgeving bijzonder belangrijk. En ik wil toch heel kort een e-mail lezen die ik een paar dagen geleden heb ontvangen van een ondernemer. En ik citeer, dat is een e-mail die hij gestuurd heeft naar zijn bank. Met spijt in ons hart moeten wij de bank verlaten, dit na 26 jaar. Wij vinden de beslissing van de bank verschrikkelijk. Zij heeft ook voor ons zeer grote consequenties. Veel commerciële mogelijkheden worden ons nu ontnomen. Hoe moeten wij ons nu verantwoorden dat we niet werken met een Belgische bank? Wat bij tenders en investeerders? Waarom worden wij ook niet geconfronteerd met de bevindingen? En tot slot, de grootste klant van ons bedrijf is de overheid. Echt jammer en een bikkelharde veroordeling waar ik mij niet kan tegen verdedigen. Ondertekend Tom. Ik ga de exacte naam van het bedrijf niet meedelen vanuit privacyoverwegingen. Maar zoals u ziet is dit wel degelijk een groot probleem. En de firma die ik citeerde zit trouwens in het Gentse en zit niet in de diamantsector. Want er bestaat het idee dat het louter en alleen de diamantsector is die geviseerd wordt. Nee, het is gestart met de diamantsector, maar het gaat steeds verder. Vandaar het belang om er alles aan te doen om zo snel mogelijk deze wet en de KB in uitvoering te brengen tegen 1 mei. Dank u wel.